euro van Bankje. Kijk. Goedemorgen. Nou, ik heb weer eens mijn haar los. Ik heb het gewassen vandaag. En ik krijg best wel vaak de vraag of ik de producten kan laten zien die ik gebruik voor mijn haar. Als mijn haar vast doe is dat anders. Maar ik zal wel even laten zien wat ik vandaag, of tenminste vandaag, net heb gebruikt. Ik heb deze producten gekregen, dus niks is gesponsord. Ik ben begonnen met deze. Dit zijn producten van de Insiders. Het is echt mega heerlijk merk. Echt geweldig. Dus daarom deel ik dit met jullie. Echt een tip. Ik ben met deze begonnen. Dan heb ik deze erin gedaan. Ik heb geen idee of dit de goede volgorde is, maar dit werkt gewoon voor mij. Deze. En dan, deze kan je eigenlijk gedurende de dag sprayen. De spray. En dan voor de finishing touch spreek deze. Die is bijna leeg. Oh, maar dit is zo'n fijne, ja, wat is het? Silk perfume spray. Nou ja, ik vind het gewoon echt heerlijk. Het ruikt ook lekker. En het is gewoon lekker silky. Het voelt gewoon lekker aan of zo. Dat is deze. Helemaal weggevaagd, maar het is de Silk Perfume. Ja, de Silk Perfume. Yo. Welkom bij een nieuwe week trouwens, jongens. Leuk dat je kijkt. En Eve heeft ook helemaal mooie haren. Helemaal in een zijscheiding. Wauw, een knotje. Heel mooi. Oh. Ja, heel mooi. Het hoeft er niet uit. Mama heeft het net helemaal mooi gedaan. Even een shirtje aan hoor. Ik kan nog niet naar bed, papa. Ik heb nog geen talent. Hoe moet ik je dan gezien of zo? Wanneer? Veel talenten, papa. Ja, ik kan heel goed spelen. Oh, wacht. Ja. En ik kan zingen. Twinkle. Andere armpie. En ik kan dansen. Verstaan? Hoe leuk ziet Eve eruit? Wauw! Ja, maar dat is geen talent. Dat is mooi! Eve is lekker een eitje aan het eten, een omeletje. Ik ga zo haar dutje doen straks. Het is zulk lekker weer, jongens. Ik ga straks even lekker een stoel pakken en op het balkon zitten. Maar ik wil even wat met jullie delen. Even een update over de hoek. Dit is nu de hoek, even voorlopig. Ik doe er telkens weer iets bij of zo. Of ik haal er iets weg. Dus ik heb nu dat kastje wat daar stond, heb ik weggehaald. Daar heb ik nu de stoel neergelegd. Maar ik vind eigenlijk dat de stoel zo naar buiten moet kijken. Maar goed, voor de time being is het ook niet erg om dan even de kamer in te kijken. Ik heb dat tafeltje die ik super leuk vind, die we al hadden, die heb ik er gewoon even zo bij gezet. En de plant heb ik van de slaapkamer naar hier toe gebracht. En nu denk ik, oké, kleed, muurtje schilderen en dan allemaal van die leuke lijstjes aan de muur. Een lamp of zo? Don't know. Keuzes, keuzes. Maar ja, ik merk dat dit mij echt bezighoudt in deze quarantaine. Gewoon even mijn huis onder handen nemen. En dan heb ik nog iets leuks. Mick die is over 3 dagen jarig. En nou krijgt hij van zijn oma, mag hij een bankje uitzoeken voor op het balkon? Nou, ik ben helemaal excited. Ik doe alsof het mijn cadeau is. Maar nou ja, zoals jullie al weten, ergerde ik me aan deze hoek en aan het balkon. Omdat er op het balkon gewoon niks staat nog. Maar nu mogen we een bankje uitzoeken. Dus Mick zei ook helemaal van, nou schat, zoek jij anders even een leuk bankje uit. En dan kunnen we het even bespreken. Dus ik ga dat zo meteen helemaal doen. Nou, daar heb ik helemaal zin in. Wat is er, schat? Vind je het niet lekker? Vind je de omelet niet lekker? Moet me maar even helpen.
Zo. Eve zit nu ook echt in een fase dat ze gewoon niks meer lust. Ze vindt gewoon niks meer lekker. Eerst kon ze hier zo van genieten, van een omeletje. En... wil je zelf doen? Zelf in je mondje doen? Oké, nou, dan is het klaar. Ja, en dan weer dit zo. Ja, maar we gaan niet spelen met eten. Dat gaan we niet doen. Het is klaar. Ja, het is klaar. Het is afgelopen. Zag je die nephuil? Zag je dat? Het staat op de film, Eve. Oké, ik ben alweer een tijdje op de laptop bezig om een bankje uit te zoeken. Maar nu heb ik 4 bankjes gevonden die ik echt super leuk vind. Dus ik dacht ik ga het even aan jullie laten zien. Dit is echt gewoon mijn lievelings. Hoe leuk is dit? Met super leuke kussens en zo'n kleedje. Ach, geweldig. Oké, nou dit is dan... sorry, de volgende. Nou, die lijkt eigenlijk vrijwel op die van net. Maar dan vind ik deze toch nog iets leuker. Ik vind, ja, dit dan... ja, ik vind deze ook wel echt heel leuk hoor. Maar ja, ik weet niet. Mijn gevoel gaat dan toch voor die andere. Misschien is het ook wel lekker dat dit dan zeg maar zo is. Oké, en deze is 9 euro goedkoper. Maar dan hebben we ook deze. Nou, de prijs is alsnog best duur, vind ik. Ja, ik vind deze eigenlijk ook wel leuk. Het is eigenlijk dezelfde als de vorige, maar dan in zwart. Deze vond ik dus ook helemaal te gek. Maar daar kan je wel echt alleen maar met z'n tweetjes op zitten. Die oogt wat kleiner. Maar de prijs is stukken aantrekkelijker. Ik weet niet, ik vind het eigenlijk wel erg mooi of zo. Ook weer met kussens en met zo'n kleedje erop. Dus dat zijn de bankjes die ik tot nu toe heb gevonden. Ik vind het best wel aan de prijzige kant of zo. 400 euro voor een bankje. Dat vind ik toch wel echt een ding. Ja, ik ga ze gewoon allemaal sturen naar Mick. En dan moet hij even kijken. Anders moeten we gewoon even zelf vanavond even kijken of zo. Zo, ik ben even in even de kamer, maar dan kom ik dit jasje tegen. En omdat het de afgelopen periode natuurlijk best wel koud was, droeg Eva gewoon lekker haar winterjas. Maar nu kan ze dus deze eindelijk aan. Dit jasje is toch fantastisch. Ze heeft hem al vaker aangehad hoor. Maar nu wordt dat gewoon haar jas, want het wordt gewoon 19 graden deze week. Nou, dit is het merkje. Mocht je interesse hebben. Maar dit is echt. Dit staat even zo leuk. Nee, even, we hebben genoeg boekjes in de woonkamer. Kom maar. Nee, dit is. Oh, dit is trouwens iets superleuks. Brieven aan mijn baby. Nou heb ik er een paar al geschreven. Maar hier kun je dus allemaal brieven dus sturen naar je baby. Dus tijdens mijn zwangerschap hield ik dit een beetje bij. Van, nou, wat wens jij je kind? Nou, daar kan je een super mooie brief over schrijven. En dan staat hier verzegeld op. En dan kan je de datum bij zetten. En dan hier openen op. En dan de datum. Dit is zo leuk. Echt, dan heb je hier wat jij over mij moet weten. Nou, dan kan je ook... nou, super leuk. Ik moet het echt... ik moet het echt gaan bijhouden. Ik heb echt iets van 3 brieven of zo eruit geschreven tijdens mijn zwangerschap. Maar ja, tijd om... hè, we hebben toch alle tijd. Dus dit moet ik echt even gaan doen. Lijkt me super leuk. Kom even. Papa komt zo. Die is even hardlopen. Wij gaan zo meteen lekker pizza bestellen. Ik zei echt zo tegen Mick, wat gaan wij eten? Toen zei hij... ik denk dat ik zin heb in pizza. Ik zo... nou, daar zeg ik geen nee tegen. Ik heb dus ook iets nieuws. Oh!
Oh. Kan je dat al zeggen? Zeg dan. Oh. Nou, nu is er te veel pressure, dus dan gaat ze niks zeggen. Oké, ik ga even lekker eten met Eve. Ik zie jullie zo. En show me your mind, scheppen. En zo je mondje. Scheppen. En zo je mondje. Lekker ding. De pizza's zijn er. Oh mijn god. Wie knipt nog meer altijd zijn pizza's? Nou, ik er niet. Spuin op, armoede. Nee, dit is super handig juist. Ik heb pizza shawarma. Oh ja. Even tandjes. Jezelf poetsen. Mama een beetje helpen. Goed zo. Heel goed. En boven nog? Doe maar. Goed zo, schat. Nog één keertje boven, ja? Oh, één keertje nog. Je mama ook. Heel eventjes nog, schat. Ja! Ja! Even goed nog onder, schat. Bijna klaar. Zo, nu even boven nog. Ja, klaar. Goed hoor. Je hebt goed je tanden gepoetst. Wil je een liedje zingen? Ja? Klap is in de handjes. Blij, blij, blij. Op je boze bolletje. Allebei. Waar is beer? Kijk. Beer ligt al te slapen, zie je dat? Die ligt al lekker in bed. Zullen we straks lekker naar Beer toe? Lekker met Beer slapen, hoor. Zo, wat is er? Lekker slapen dan met Beer, hè? En hondje. En meneer Konijn. Maar dat is gezellig. Kijk, meneer Konijn is hier. Mag hij bij jou slapen? Een liedje zingen. Die drinkt zijn melk zo zoetjes. Slaap kindje slaap. Daar buiten loopt een schaap. Dit is de cake, jongens. Ik ga hem nu proeven. Oh, helemaal van Eve. Cake. Oh, dit is echt heel lekker. Heb ik nog niet geproefd. Hemels. Nou. Mom life. Oké, jongens. Ik ga de vlog afsluiten. Dank voor het kijken, jongens. Ik zie je morgen weer.